De brandweer is nog lang bezig geweest met het leegpompen van kelders en kruipruimtes. Zoals hier bij het consultatiebureau. De kelder moet opnieuw nog leeggepompt worden. En dan zullen we de schade moeten opnemen. En dan moeten we volgende week verder kijken welke maatregelen getroffen moeten worden. Niet alleen veel kelders liepen onder water, ook op andere plekken is de schade enorm. Pretpark Julianatoren heeft zeker voor een ton schade opgelopen. En ook het Kristalbad had veel overlast van het noodweer. Doordat de pomp al het water niet meer kon wegpompen, is het zwembad de hele week gesloten geweest. Maar ongeacht de temperatuur, zaterdag en zondag is het bad weer geopend vanaf 10 uur 's ochtends. Vanaf maandag gelden weer de gebruikelijke openingstijden. Volgens het KNMI kunnen deze gigantische regenbuien in de toekomst veel vaker voorkomen. En dat betekent een enorme aanslag op het rioleringsstelsel dat al het water moet afvoeren. Maar volgens waterschap Veluwe kan het ook anders. Een gescheiden buizenstelsel dat het regenwater apart afvoert. Dat wordt in Nederland gezien als dé oplossing om toch het beste dit soort klimaatveranderingen aan te pakken. En dan zou je dus heel veel regenwater niet meer op het rioolstelsel krijgen, maar direct naar een kanaal of naar een sloot in de buurt kunnen afvoeren. Hiervoor zouden bijvoorbeeld het kanaal of de Gift gebruikt kunnen worden. In nieuwbouwwijken wordt dit systeem al standaard aangelegd.